Drijver gaan we 4 van de 12 van u laten zien in een dubbel opstelling. Dus we gaan ze dubbel schieten. Dus Wilfried, it's on you! Dames en heren, uit de 16 schotserie van de serie van 12 van de Nieuw Messier, product 2157. Voor de handelarenlijst nummer 2, de AB08, de Aquarius, dus eigenlijk familie van de Messier. Op 25 schots op 4 producten voor u. Samen met Monsieur de Best of Basic met Vision O'Hara. Goedemorgen dames en heren, Best of Basic samen met de Messier. We gaan nu in kaliber groter, iets groter kalibermaat. Uranus is al jaren een topproduct voor ons. We gaan opnieuw van de serie van 6 gaan we 3 producten voor u schieten in de categorie Uranus 241 gram per batterij.
afsluiten, dames en heren, met Uranus C. Dat waren dan de drie batterijen, de Torque-collectie tot en met 250 gram. Nu gaan we over naar een nieuwe dimensie, de Hydra. De batterij tot de categorie de 500 gram. We krijgen de Hydra 19 shots en van een collectie van 6 gaan we er nu 3 van laten zien. Als je werkt, dames en heren, grootste bekende lucht, weet dat de afschotafstanden tussen de beide batterijen over de 25 meter is. Maar in combinatie met luchtpalmeffecten, dat is uiteraard een nieuwe. We gaan over, dames en heren, naar een single effect nu, dat is de eerste in de serie. Opnieuw een Torque-batterij, 20 schots met heel wat zilver glitter effecten, 236 gram. Dames en heren, wie voor ons 20 keer een single effect, we krijgen niks. Kijk uit? Ja, raak hem. Mooi of niet? Maar de zijn van het Draco. We hebben nu, dames en heren, van de Torque-collectie. Nieuwe dimensie vuurwerkland zal vooral gehad de singleschieters. Hier krijgen we de eerste waar, de compacte waar 5x3 met zilver, goud en rood. Afrodiet nummer 8.
Twee van de vier van deze batterij hebben we geschoten, beste dames en heren. We gaan nu naar een topmodel in de klasse 500 gram, of toch ongeveer. Dat is de Aphrodite 6x6 met wisselende effecten. Is het anders dan de batterij nu, dames en heren, is 2114 op jullie lijst nummer 10, de Krakatau. Fonteinen, vroeger misschien een hoogte van een paar centimeter, wordt nu meters hoog. Door de kruidwaarde uiteraard niet vreemd, 250 gram. Met fierheid presenteren we u deze waardige fontein, de Krakatau. Ruim 30 seconden, ruim 3 meter hoog. Hier, dames en heren, onze Thor-collectie, onze Noorse collectie. Met vooral een ondermotto compact en krachtig, vooral kwalitatief vuurwerk. Het eerste product in de categorie Original Fireworks opnieuw een fontein. Triple fontein met zilver. Dus drie fonteinen op één locatie, één aanlonting. Kruidwaarde ligt ook gevoelig lager dan een Krakatau. Nu, dames en heren, gaan we over naar de batterijen in de klasse van Original Fireworks. We hebben nu een product dat 9 schots, zeer compact, maar zeer mooi, is de Fury met 100 gram kruidmassa. Schots, dames en heren, een leuke starter voor u. Nu onder de categorie Herlat, Burning Salvo. Geeft een waar, maar dan recht naar boven. Dus 5 series van 5. Maar eerst krijgen we vuurvliegen. 3 keer 5 maal effect, 5 maal solid. Dat was de inhoud van de Burning Salvo. Compact en krachtig en vooral heel snel. De volgende, dames en heren, vind ik een hele mooie, vooral voor mensen met kinderen. Die zeggen van, kijk, vuurwerk moet, mag, maar moet niet te veel lawaai maken. Te zeggen wat we doen met vuurwerk om recht voor ons te kijken. 200 schots in kleur, combinatie met vliegen en uiteraard met mini-mines. Veel malen beter dan de traditionele flightback. We presenteren u de 200 schots, de Surrender Flightback L603. Langzaam omhoog. Zo, 200 schoten met de kleine kaliber, dames en heren. We komen nu toch wel een speciale, nieuw dit jaar op de markt.
De naam Dancing on the Wave, oké, daar kan je over discussiëren. 16 schots, groter kaliber, voor een prijs onder de 20 euro. Mix met crackling op het einde. Zeker een hebbeding, deze Dancing on your Grave. Opnieuw in de klasse Herla, dames en heren, maar niet terug in de klasse tot en met 500 gram. In de zeer grote blink, blink, zilver glitters. Ja, als we dames en heren, bling bling, en wij, degene die nu komt op jullie notitie nummer 17, is een Moonchild, 375 gram met 25 schoten, is een blijft en hebben ding, rode staarten, zilveren glitters en goudsterren, dat is Moonchild. Moonchild, we gaan over naar nummer 18, Herlat product. De Surrender, de straks gelijkaardige naam, hier gaat het over een 28 schots. Zeer snel tempo, mix met single wire en met een tempowissel. Dit is Surrender. Dat was hem. Ik had ook voorondersteld dat het een vrij hoog tempo was, nummer 18. We gaan naar nummer 19, Bird of Prey. Er zijn verschillende effecten, grote effecten. Het schiet in 6 salvo's. Dit is Bird of Prey. Zo werd het heel snel, opnieuw Original Fireworks product, HOL09, krijgen we de palmbatterij, hebben in verschillende kleuren, zoals de Red Palm, hè, officieel erkend door de Belgische Voetbalbond als de officiële vuurwerkbatterij. Nee, dat is een grapje, we hebben oranje voor de Nederlanders. We gaan 3 van de 6 aan u laten zien, de krachtige palm effecten van palm assortiment. Thank you.
Zo, het einde van deze palmmotorrij, dames en heren. De laatste was de leukste. Witte palm met rode bollen. En we gaan naar Rio. Ja, dat was de leukste. Ik vind het lang. Mogen ook mee. We draaien de blad om. We het samen met u. En we gaan terug naar de categorie de Noir. Zo twee producten achter elkaar. De eerste gaan we alle drie aan u laten zien. Wires van de Z84 met heel wat kometen, crackling en kleur. Binnen deze klasse, dames en heren, tot maximaal €20. Een van de echte absolute toppers. Maar de absolute topper komt nu. Crackling Chrysant. Je hebt een afgeleide van het professionele product. Het meest begeerde hebben ding voor elke liefhebber. De Crackling Chrysant. 5x5. We gaan verder met nummer 23, beste dames en heren. Dan krijgen wij een totaal nieuw product, Extreme Solute 2.0. En daarvoor hebben we 6 verschillende batterijen. Wat hem vooral onderscheidt is het feit dat hij dus toch wel een langzame schottempo heeft tot om en bij de 15 seconden per batterij. Dit is Extreme Solute 2.0. Thank you.
Lines, pollen, kleur en crackling, dames en heren. En ik denk dat u met mij mee eens bent dat dit wel het product van 2013-2014 zal worden. 500 grams voor minder dan 25 euro, 24,99. We gaan nu over naar het product nummer 24, opnieuw grote pollen in het 20 shots 6 cake assortiment. We gaan ze alle 6 laten zien. De 21-52, nummer 24. Dat waren ze alle 6, dames en heren, van de artikel nummer 21-52 onder de naam Original Fireworks. We gaan langzaam de finale inzetten, de laatste 3 in deze productdemo. En die uiteraard nog de grote afsluiter. Krijgen we nu de Super 70, zoals je aangeeft, 70 schoten, full loaded, nagenoeg 500 gram, schiet in 7x10 salvo en met mines.
naar de laatste, 80 schoten. Het aantal schoten wordt opgevoerd, nagenoeg 500 gram. Red Pony, Green and Yellow, Crackling Pony with Color Tail. Dat is alles wat deze NL007 Lounge in Sky u te bieden heeft. Heel veel kabaal de lucht, dames en heren. We gaan nu naar de allerlaatste, de NL331 Golden Temple. Laten we eerlijk zijn, met full loaded 499 gram, 37 schoten en verschillende goudfragmenten. Is dit de enige, maar ook de enige, de afsluiter voor die eindejaarsuurwerk 2013-2014. Uw aandacht voor de Golden Temple! Dames en heren, allemaal een gelukkig nieuwjaar in 2014. We zijn uiteraard nog zover niet. Dames en heren, dit was de laatste batterij die we wilden laten zien hierin.